Hi, tweeling. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze is voor week nummer 13. En dat is van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart. En als de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het, tweeling, alsof het een week is waarin je voor jezelf wat beslissingen moet nemen. En die beslissingen vind je niet altijd makkelijk, hè? Ik heb het gevoel dat je vooral op het vlak van je huiselijke situatie, en dat kan zijn in je privé situatie, maar ook letterlijk je huis of je bouwwerk, dat daar iets moet gaan veranderen. En je bent nu gewoon nog heel erg tevreden met hoe je het hebt, maar je bent meer aan het kijken voor de toekomst en of je daar misschien bepaalde veranderingen in moet aanbrengen. Of wat je moet doen om hem hetzelfde te houden. Want op dit moment lijkt je dus wel tevreden te zijn. Maar je bent ergens, heb je het gevoel dat je een verandering moet maken. En dat is iets wat je heel veel kopzorgen kan geven. Hey, ik zeg niet dat dat per se iets is wat ook daadwerkelijk realistisch is. Maar het is wel iets wat je wakker kan houden. Dus probeer daar voor jezelf wat aandacht aan te geven. Van waar komt dat vandaan? En wat moet ik ermee? Hey, je hoeft niet meteen in ieder geval iets meteen te gaan veranderen, want het lijkt echt iets te zijn wat op de langere termijn is. En neem daar dus ook je tijd voor. Neem geen overhaaste beslissingen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.